Hi. En dan Stevie hier. Bank vol Eevees. Nou, eigenlijk groen doek, maar who cares. Ja, ik ga hier even geen introotje bij doen en alles in verband met... het is een update video en het is een update die ik eigenlijk al een tijdje in gedacht had om eigenlijk te plaatsen. Maar eigenlijk er nooit van ben gekomen in verband met, druk met conventies, druk met evenementen en de update is namelijk als volgt. Het gaat over de Let's Plays waar ik op het moment mee bezig ben. Er zijn op het moment maar twee Let's Plays waar ik mee bezig ben. Dat is Pokémon Mystery Dungeon en natuurlijk de Hardcore serie. Het enige probleem is, ik merk aan mezelf en ik denk dat jullie dat ook wel hebben gemerkt met de hoeveelheid van hoeveel dat die afleveringen zijn gekomen. En hoeveel afleveringen er ondertussen zijn gekomen voor livestreams, unboxings en andere dingen. Dat het gewoon een camera is en noem maar op. Ik ben een beetje de motivatie kwijt van Let's Plays. En dat wil niet zeggen dat ik dus niet meer het prettig vind om... videogames te spelen en op te nemen, noem maar op. Maar ik vind het veel leuker om dat te doen met interactiviteit met de kijkers. En met livestreams ben ik de laatste tijd echt... Dan zijn we bijvoorbeeld met dezelfde randomizer bezig of zijn we met Mario Maker bezig. En dan ben ik ook interactief op dat moment met de kijkers. En met... De YouTube Let's Plays waar ik dus op het moment mee bezig ben. Ja, ik moet zelf ergens de tijd in zien te proppen om dat op te nemen. Er zit ik weet niet hoeveel editwerk in. Waardoor dat ik dus ook daar heel veel tijd aan kwijt ben. En eigenlijk een beetje met het werk wat ik doe. Met alle evenementen waar ik dan naartoe ga. Met de unboxings die ik nog verder wil opnemen. In verband met René-cards. Die wil ik daar heel graag bij supporten. Want ik vind dat echt super leuk om te doen. En dat wil ik ook zeker blijven doen. Livestreams. Doen in verband met dat ik dat eigenlijk veel leuker vind om op te nemen. Merk ik aan mezelf dat het gewoon veel te lang duurt om opnames of video edits klaar te krijgen. Kijk, video edits, bijvoorbeeld van video's met René-cards, dat zijn ook al editwerkzaamheden. Maar andere editwerkzaamheden. En dat is wel leuk in verband met, ik weet dat René die zit zelf op de video te wachten. Anderen die zitten op de video te wachten. En ik weet ook dat ze dat met Let's Plays hebben, maar op het moment dat ik aan het opnemen ben... Merk ik aan mezelf dat het opneemproces echt met veel moeite gaat. En dan ook, er ligt er een opname, die ligt er al weken ondertussen. En dan moet dat weer geëdit worden. En dan vind ik gewoon niet de tijd eigenlijk om dat te gaan editen. Dus een lange ding kort te maken, zit ik er echt aan te denken om eventjes een... niet dat ik ga stoppen met Let's Plays, want stoppen vind ik echt een te definitief woord. Maar wel dat ik het op pauze zet van, ik heb heel veel Let's Plays gedaan... En ik merkte het al bij Paper Mario dat het echt enorm lang duurde voordat er afleveringen aankwamen. En dat ik dus iets meer wil gaan livestreamen. Dat ik dus iets meer live ga. Video's van dat ik live ga, tot dat dan geüpload natuurlijk wordt op YouTube. Dus alle momenten dat ik live ben gegaan, tot dat op YouTube komt voor de mensen die het al gemist hebben. In verband met, ik vind de interactiviteit vind ik veel leuker. Dus vlogs, zoals ik bijvoorbeeld naar een evenement toe ga en ik wil dat kunnen vloggen. Nou, dan ga ik dat zeker vloggen, want dan heb ik interactiviteit ook met de mensen op de conventie zelf. Met livestreams, met de mensen die dan op dat moment aan het kijken zijn, heb je interactie. En dan kan ik dat nog op YouTube, kan ik nog altijd, met de YouTube comments kan ik dan nog altijd interactief zijn. Plus, het geeft mij veel meer tijd om dingen te kunnen doen. Ook in mijn vrije tijd, dat ik iets meer vrije tijd heb. Want ik zit op het moment echt extreem krap met allerlei dingen die ik eigenlijk wil doen of van plan ben te gaan doen. En met dat editen en met YouTube video's Let's Plays, het is gewoon veel te krap. Dus hierbij druk ik dus heel eventjes op pauze voor de Let's Plays. Dit houdt dus in voor Mystery Dungeon. Ik was van plan om het te gaan opnemen wanneer dat hij verder gaat. Het is... nog voor onbepaalde tijd. Ik durf niet te zeggen wanneer dat hij verder gaat. Ik heb zoiets eerder ook gedaan in 2013. Tot ik eventjes een moment ook nodig had om... gewoon een moment voor mezelf had. Dan heb ik dus helemaal geen YouTube gedaan. Geen YouTube, geen livestreams, helemaal niks. Maar nu wil ik dus nog wel wat meer livestreamen met Mario Maker. Misschien dat we zelfs Mario Odyssey in de toekomst gaan doen. Wie weet. Ik weet niet wat ik allemaal van plan ben nog met livestreams. Maar livestreams vind ik zeker heel erg leuk om te doen. En die wil ik dus iets meer kunnen doen. Zeker nadat ik hier dat groene scherm heb, noem maar op. Want jullie zien het ook, ik heb even het groene scherm gebruikt. Omdat dit is makkelijker eventjes voor mij om neer te zetten op. Dus vandaar. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie dat kunnen begrijpen een beetje. Excuses voor de mensen die dus Mystery Dungeon heel erg leuk vonden. Live zou ik natuurlijk ook heel veel voice acting erin gaan gooien. Omdat ik vind voice acting ook heel erg leuk om te doen. Maar
het is heel erg moeilijk om en een spel te spelen en te voice acten en nog eens een keertje na te denken wat je moet voice acten wat betreft Mystery Dungeon. Dus misschien moet ik Mystery Dungeon live gaan overgooien. Dat kan dan in een later update. Moet ik nog heel even over nadenken of dat überhaupt mogelijk is. Maar misschien is dat leuk om te doen. Dus laat zeker, als je de tips of ideeën hebt, laat het zeker natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. En nou ik jullie aandacht toch heel eventjes heb, ben ik van plan om dus een mystery game te gaan livestreamen. Ik ga live om, laten we zeggen, 6:30. Het is nu 6:50 dat ik dit videootje opneem. Dus voor mij is het ook een uurtje, maar om 6:30 ga ik dus live richting het Twitch-kanaal. En ja, dan hoop ik jullie daar natuurlijk te zien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen begrijpen. En ja, mochten jullie er ook vragen over hebben, dan kun je dat natuurlijk ook altijd kwijt op de comments. Dus ja, met dat gezegd hebben, hoop ik jullie te zien bij de livestream. En laten we een gezellige livestream ervan maken. Tenminste, daar heb ik best wel zin in. Dus ja, het is altijd lastig om een video te moeten eindigen. Dus ik zeg gewoon bedankt voor het kijken. En doei! Ik hoop dat het een beetje werkt.